Welkom bij deze video, ik ben Raymond, jouw thuissportspecialist en in deze video review... 4, ja 4, sorry, ik heb een foutje gemaakt en door... ...dumbbell oefeningen voor de biceps. De eerste oefening die ik jullie ga laten zien, dat is de crossbody hammer curl. Het enige wat je voor deze oefening hoeft te doen, is zoals de naam al doet vermoeden, de dumbbells voor je lichaam langs bewegen en de dumbbells richting je oren bewegen. De volgende oefening die ik jullie ga laten zien, die spreekt gelijk de schouders aan. Dat is de bicep curl to shoulder press. Oefening nummer 3 is een goede combinatieoefening. Dit is een combinatie van de plank en de bicep curl, genaamd plank dumbbell curl. Wat wel belangrijk is bij deze oefening, is dat je je buik aanspant. Zorg dat hier continu een klein beetje spanning op staat. Nummer 4 is de Zotman curl. Deze oefening is makkelijk uit te voeren. Je wijst je handpalmen naar het plafond toe en als je boven bent, dan draai je ze naar beneden toe. Bedankt voor het kijken. Wil je nog meer oefeningen zien? Neem dan een kijkje op mijn kanaal. Mazzel!